De voorzitter van de Algemene Bond van Personeel in Dienst bij het Academisch Ziekenhuis, ABPLAZ, Lloyd Pohl, heeft de leden van alle vakbonden opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen als ze opkomen voor hun belangen. Hij zei dit gisteren op een persconferentie in het gebouw van vakcentrale C47. Pohl en zijn collega vakbondsleiders zijn bekend met het geklaag vanuit de gemeenschap dat vakbonden verslappen in hun werk. Er zijn werkelijk fouten gemaakt, ja. Maar ook in huis maken je ouders fouten. Wat ga je doen? Je long wil je bij of je dat is in niet, toch? Leden moeten leren dat ze ook een verantwoordelijkheid hebben. If you vindt dat je bestuur het doen aan zijn bongo, wat kan met die tak naar je bestuur? Ga kijken wat is werkelijk de realiteit. Want soms hebben de mensen het ook mis. Ik zal je een voorbeeld geven van iets op dit moment dat in het Academisch Ziekenhuis speelt. We zijn binnen een jaar 3 keer gedacht voor het gerecht. Waarom? Welke bond wordt gedacht voor het gerecht als jij niet opkomt voor je leden? Daar heeft men toch niets aan. En zo zijn er ook andere bonden. Volgens de voorzitter hebben berichten de vakbondsleiders bereikt dat leiders zich laten omkopen. Niet in ieder valt echter over één kam te scheren. Pohl stelt dat het vakbondswerk ook niet makkelijk is en zaken niet uit de lucht komen vallen. Dus ik vraag hierbij mijn collega's die nog niet erbij zijn. In afloop mee, zeg ik iedereen altijd. Maar laten we voor het belang van onze leden opkomen. Laten we de koppen bij elkaar steken. Daarom heb ik het ook aangegeven. Behalve jouw leider heb je ook een eigen verantwoordelijkheid. Bij mij in de bond... Ik was toen nog geen voorzitter, maar al ben ik voorzitter, zeg ik mijn leden ook. Je hebt een verantwoordelijkheid. Zoals er een groep leerkrachten is opgestaan zonder een leider. Zou iedereen dat moeten kunnen? En als je een vuist hebt, toch? Want je gaat niet denken, die situatie ga je altijd hebben. Ze waren er altijd. Ik heb je een voorbeeld gegeven, laatst hebben we het ook gehad. Toch, tijdens die bundeling van de ziekenhuizen. Het ging over die overbruggingstoelagen. Er is een band weggevallen. Maar we zijn doorgegaan. Pohl wil dat vakbondsleden moeten weten dat de macht bij het individu ligt als zij voor rechten willen opkomen. Hij adviseert de gemeenschap om het geloof in het vakbondswezen niet te verliezen.